Welkom in Sneek bij een nieuwe aflevering van Koi Wijzer Live. In elke aflevering gaan we een andere variëteit bespreken. En vandaag is het de beurt aan... Goedemiddag Koi Wijzer kijkers. Wij zijn weer bij Sander Heijnen, Koi Centrum Sneek. Voor editie 3 van Koi Wijzer Live TV. Variëteit vandaag. Goshiki. Ik ken Goshiki, maar dat is dan Japans. En Goshiki heb ik, zeggen we ook hier in Nederland vooral. Want je hebt al ergens in de Kohaku-editie iets verteld over dat die woorden in het Japans andere betekenissen hebben. Dat het opgesplitst is. Goshiki of Gosan... Nee, sorry. Wat was het? Godan? Ja. Of hier, Gosai? Ja. Of een... Nidan is 3 staps. Ja. Sandan... Sorry, Nidan is 2 staps, Sandan 3 staps. Ja. Nisai is 2 jaar, Sanzai is 3 jaar. Dus, nou, nu heb je Go... Er staat weer voor 5. Ja, waarom is dat? Omdat ze zeggen dat een Goshiki kan bestaan uit 5 kleuren. Dat is niet helemaal waar. Het zijn eigenlijk 3 kleuren, waarvan 1 uit een range van 5 komt. He, dus een Goshiki heeft wit, rood, en dan moet ik ook even spieken. Want het is zwart? Ja. Wit, rood, zwart? Nee, wit en rood. Wit en rood. Met 1 van de volgende 5 kleuren. En dat zijn de kleuren grijs, blauw, indigo, donkerblauw, paars of zwart. Ah, zo. Dus eigenlijk zijn het 3 kleuren. En door misschien wat overloop of onderliggend kan het 4 lijken. Want eigenlijk is het wit, rood en 1 van die 5 donkere kleuren. Ja. Lekker ingewikkeld, hè? Ja. Maar, de meeste Goshiki's die mensen kennen zijn wit met rood en grijs. Ja. He, dus de lichtgrijze body, maar als je die wit zal draaien, zul je zien dat de onderkant gewoon wit is. En bovenop de rode patronen. Waarbij... Dus dat is dan wit, rood, grijs. Ja. Maar je kent ook een Kuro Goshiki. Kuro staat voor zwart. Dan heb je dus een... Waarbij het lichtgrijze is niet licht is grijs, maar is zwart. Dus heb je, als je die omdraait, wit, rood met zwart. Ja, en om het ingewikkeld te maken heb je een... Shoa-Goshiki en Sanke-Goshiki en Kage-Goshiki, maar dat zijn... Eigenlijk allemaal Goshiki's. Allemaal Goshiki's. Alleen door het patroon lijkt het dan op een Sanke of een Showa, maar eigenlijk is het gewoon een Goshiki met een wat meer Showa-patroon. Ja. Ja, wij maken daarvan Showa-Goshiki, maar in principe is het gewoon een Goshiki. En die lijkt ook veel op een, tenminste lijkt ook veel, heeft wat weg van een Goromo. Ze zitten vaak in dezelfde showklasse ook, Goromo-Goshiki. Komt ook weer omdat de kleuren... Het paarse, wat je soms met Goshiki ook ziet, ook al bij een Goromo komt. Alleen het grootste verschil is, bij een Goromo zit het zwart of de donkere kleur. Ja, dat kan zwart-grijs zijn. Ja. Op het rood, in het patroon. En bij een Goshiki zit het er omheen. Een Goshiki wil je heldere, schone, rode plekken. Ja, dat contrasteert harder en mooier. En bij een Goromo wil je juist dat donkere in het rode patroon. Ja. Dus dat is wel het verschil. Hoe krijgen die kwekers dat voor de bakker, hè? Ja, dat is doorkweken, mixen. Want wat zijn de bekende kwekers als het gaat om Goshiki? Ja, voor mij zijn dat toch wel Kano, Kawakami. Ja, dat zijn ook traditionelere Goshiki's, wat lichter. De Genji kweekt ze ook wat lichter. Ja? Ja. Cool. En dan heb je Aoki, die dan weer de Kuro Goshiki kweekt, dus de donkerdere variant. Ja. Konia's niet te vergeten natuurlijk. Ja, die heeft beide, die heeft zowel lichte als donkere. Ja, dat zijn voor mij wel de bekendste. Ja, voor mij ook. Ja. En waar haal jij ze? Wat is jouw favoriet? Kano. Kawakami doen we ook. Ja. En voor de Kuro-Goshiki's doen we ook. Dat is een aardige kweker, die Kawakami. Ja. Dat is echt een aardige jongen. Konia's doen we niet heel veel. Af en toe, maar de meeste hebben we van Aoki. Oké. Ja, de donkere varianten. Die zijn ook gewoon op dit moment heel erg populair. Ja. En kun je iets zeggen over de bouw van de Goshiki's, zijn dat typerend anders dan andere kooien? Ja, een bouw zoals bij een Kohaku of bij een Chagoi of bij een top Showa ga je vaak niet zien op een Goshiki. Nee, hè? Nee, ze blijven ook altijd wat kleiner. Ik heb er zelf nog nooit één gezien boven de 80. Nee. Heb ik niet gezien, ze willen het best zijn, maar je ziet ze niet in die hoeveelheid van een Kohaku of... Nee. Maar misschien is dat ook wel omdat zo'n vis zich moet concentreren op wel heel veel kleuren. Ja. Dus je kan niet alleen maar richten op groeien, zoals bij een Chagoi. Ja. Maar hij heeft 5 kleuren die hij moet onderhouden, of 3, 4. Want het ontstaan van de Goshiki is een kruising van een Kohaku en een Asagi, denk ik, hè? Ja. Volgens mij is het dat. Ik denk dat er nog wel in heel verre geschiedenis nog sprake is geweest van nog een andere kruising met een AK. Ja, zou kunnen hoor. Soort. Ja. Dus, maar goed, voel vrij om in de opmerkingen of een Goshiki van 80 centimeter plus te plaatsen. Ja. Of andere wetenswaardigheden. Dat is altijd welkom. We zijn geen wetenschappers, hè? Nee. Nee, voor zover ik weet, qua patrooneisen, zoals bij Sanke of Showa, heb je bij een Goshiki niet. Nee. Goshiki is qua patroonkeuze heel breed. Ja. Van een paar rode vlekken tot, tot helemaal rood. We kijken naar de standaard eisen van de kooi in de zin van huidkwaliteit en bouw. En ja, de belangrijkste dingen voor mij bij een Goshiki zijn: 1, de rode vlekken moeten schoon zijn. Ja. En het patroon om het rood heen, dus het grijs, zwart, indigo of welke kleur dan ook, moet van voor tot achter hetzelfde zijn. En hoe verandert een Goshiki? In de zin van, als ze naar Nederland komen, ons hardwater, is dat bepalend voor... Nou ja, als het dus onderliggend zwart is, dan zal dat, naarmate de vis ouder wordt of in harder water komt, zal dat ook doorkomen, Ja. Ik heb ook wel het gevoel dat er een Goshiki een hele korte piekmoment heeft van... Dan is hij op zijn mooist. En dan brokkelt het dan weer af of zo. Is dat zo? Of is het niet? Ze zijn wel moeilijk goed te houden, ja. Of je ziet wat spotjes komen in het rood. Of het rood wordt niet zo felrood als dat het was. Of dat patroon onder het rode heen wordt niet egaal mooi grijs of donkerder. Dat is wel... Ja, het is een moeilijke variëteit. Ja, ik vind het moeilijke. Je ziet ze op shows wel in de kleinere klassen, zeg maar. Ja, maar je kan niet 3 jaar op rij dezelfde vissen. Nee. Dat heb je niet. Waarbij Kohaku heel vaak ziet dat bij zeker de hoofdprijs zie je jaar op jaar soms dezelfde die meedoet. Het is geen Miss Magnum. Nee, het is geen Grand Champion die elke keer wint. Nee, precies. Ik kan me weinig Goshikis heugen die een hoofdprijs hebben gewonnen op een kooishow die dat voor 2 of 3 jaar hebben gedaan. Nee. En waarom zijn ze zo geliefd? Ja, omdat het rood met zwart of grijs een heel mooi contrast geeft natuurlijk. Ja, dat. En dus dat zullen we straks ook zien als we er een paar laten zien. Ja. Dat zijn dan Kuro Goshiki's. Ja, dat contrast tussen zwart en rood is nog intenser dan bij een Hyutsuri. En hebben ze een bepaalde karaktertrek, zoals de Chagoi dat heeft, zo tam? Of niets uitzonderlijk of zo? Nee. Oké. Voor mij niet, nee. Nou, maar het is wel een hele populaire variëteit de afgelopen jaren. Ja, toch? Ja. Ja, dat zie ik heel veel. En je ziet echt wel mensen die of de lichtere variant mooier vinden, hè, met dat grijze onder het rood heen, of de Kuro-Goshiki, dus echt met het zwarte omheen. Ja. Oh. En je hebt ze allebei? Moet even kijken. De donkere variant sowieso, de lichtere variant moet ik even kijken. Zullen we even kijken? Ja, we gaan even zoeken. Cool. De Goshiki of de Goshiki? Ja. Je hebt wat geschikt. Verschillende, 6 stuks, verschillende kleuren, verschillende patronen om het goed te laten zien. Ook nog een Doitsu Goshiki zelfs, die zie je eigenlijk helemaal nooit, maar we hebben er toch nog 1. Dus zoals je in de bol ziet, kun je heel mooi zien dat ze inderdaad allemaal wit-rood hebben. Ik zal even eentje wat omdraaien om het te laten zien dat ze ook echt wit zijn, zeg maar. Ja, je ziet het in de vinnen natuurlijk al. Maar kijk hier aan de onderkant, dat is mooi te zien. Wit-rood. Ja. Witte vis, rood patroon. Even wachten tot het water. En dus om het rode patroon een kleur van zwart, donkerblauw, grijs. Geef het een naam. Je ziet hier een van de lichtste die we hebben op dit moment. Ook nog een Ginrin, maar die is dus, dat is lichtgrijs. Deze is alweer een stukje donkerder qua grijs. Deze is dan ook Ginrin. Het gaat alweer bijna tegen het zwarte aan, donkergrijs. En hier hebben we echt de Kuro Goshiki, die is helemaal zwart. Maar wel met, dan zie je wel wat het contrast met rood is. Het is fel rood. Ja. Allemaal van dezelfde kweker? Dit is allemaal Aoki, ja. Ongelooflijk. Ja. En die van Kano en Kawakami zijn nog iets lichter dan deze. Maar in Nederland zal dat echt wel richting dit gaan hoor. Qua... En hier een Doitsu. Dus hier kan je heel goed duidelijk de 5 kleuren zien en mooi hoe de patronen die ja, zo schoon mogelijk moeten zijn. Geen zwarte pikjes erin, geen... Kun je ze een beetje beoordelen, Sander, wat hierin zit? Ja, je kan heel goed verschil zien hoor, tussen bijvoorbeeld deze wat kleinere en wat grotere als je kijkt naar het rode patroon. Ja. En nou hoe schoon dat rode patroon is. En je ziet bijvoorbeeld deze heeft bijna helemaal schone vlekken. Echt zuiver. Zuiver ja. Kan bijna niet, alleen achterop een beetje. Ja. Maar deze zie je al op de kop, het eerste patroontje en daarachter al wat kleine zwarte pikjes erin. Ja, dat zal niet weggaan als de vis groter wordt. Het hoeft niet erger te worden. Maar de kans dat het wegtrekt is eigenlijk nul. Er zit nog wel prijsverschil in deze twee, deze twee vissen. Dat maar kan me voorstellen. Dat heeft dus daarmee te maken. Ja, uiteraard. En welke vind jij de mooiste, Ben? Oh, zo heb ik er nog niet eens naar gekeken. Maar ik in ieder geval zeker niet de kleinste. Ik heb zelf ook niets met Doitsu. Dat vind ik ook qua body spreekt het me niet zo aan. Nee. Die Ginrin lichte grijze. Ja, en daarvan prima. Hoop je, hier kan je dus mooi zien dat hij aan het einde van de schubben een donker randje heeft. Ja. Nu is hij misschien een beetje rommelig, maar dit zou heel mooi kunnen worden als hij vis groter wordt en dat donkere lijntje nog iets dikker erop komt liggen. Hier zie je het ook. Ik hoop dat die vis zo blijft. Ja. Dat donkere om die schubjes, dat hij dat houdt. Ja. Dat snap ik. Ja, voor mij is de Goshiki is net zo'n variëteit, zeker zo'n variëteit waarbij je de ontwikkeling wil volgen. Dus je koopt een vis in de hoop dat het heel mooi wordt. Dus die grijze lijkt mij een heel spannende om qua ontwikkeling te zien. Zeg je, ik wil er eentje die af is, ja, dan zou ik een van die twee grotere donkere doen, inderdaad. Ja, ja. Waarbij in de kop van deze, de benie, een licht puntje in zit. Ja. Ik weet niet of een stootplekje is of zo. Een stootplekje. Ja, maar dat spreekt, als ze zo zijn, spreekt het me het meest aan. Dit vind ik zo mooi, dat contrast. Ja, kijk, zeker nu het zonnetje erbij komt, zie je gewoon nou zie het contrast van, veel beter. Van zwart en rood. Ja. Ja. Prachtig. En je hoeft dit soort vissen geen apart voer te geven voor de kleur of zo, hè? Nee. Nee, en misschien is Goshiki daarom juist nu wel populair door wat ze erin zoveel verschillende kleurvariaties zijn. Ja. Ja, dat je een heel breed publiek ook aanspreekt. Dus ja, daar komen we weer. Ik ben heel benieuwd wat de kijkers de mooiste vinden. De donkere, de lichtere, wat drukker patroon, wat rustiger patroon. Veel rood, weinig rood. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dus laat het wel even weten in de comments. In de comments. Ja, en schrijf er ook gerust bij als je wat ander soort informatie, input wil ontvangen over variëteiten. Want we gaan daar gewoon maandelijks mee door, Sander. Ja. Dit is editie 3. We gaan op pad straks voor 4. En wie gaat dat dan worden? Qua variëteit. Ja, nou dat wil ik eigenlijk nog even... onder de pet houden. Ja, want de volgende keer dat we de 4e opnemen, ben ik net weer terug uit Japan. Oh, en dan net... Of dan hebben we in ieder geval weer nieuwe vissen. Dus dan kunnen we daaruit wel even de variëteit doen. Maar we krijgen sowieso de bekende variëteiten als Sanke, Showa. Die komen eraan. Die komen er allemaal nog voorbij. Asagi kunnen we nog doen. We kunnen, gaan gewoon even lekker door met alle variëteiten. Maar misschien is het ook leuk om te weten welke variëteiten mensen willen zien. Oh ja, zet het toch maar in de comments. Dan kunnen we misschien wat hoger op het lijstje zetten. Ja, kunnen we het prioriteit geven. Dan ik wil je weer bedanken, Sander. Input. Ja, ik blijf het een mooi bootje vinden dit. Dus ik zal even te kijken nog. We laten de beelden nog gaan. Ja. Hoi hoi. Hey, dankjewel.